nieuwe video. Ik ben nu in Kronenberg bij de Dutch Open Eventing Masters. En hier zo mag ik helaas geen internationale eventingwedstrijd rijden. Maar wel ga ik een clinic rijden van Mans Buurman, de bondscoach van de ponies. Ja, ik heb er heel veel zin in. De clinic ga ik doen met Millstreams Gaelic Lad. Ik weet dat er ook echt een paar fans komen, dus dat is natuurlijk superleuk. Ik had ook een giveaway op Instagram gedaan, dus ik zal die mensen ook gaan zien. En geniet van deze video! Bij de Dutch Open Eventing Masters. En ik heb een eigen bandje gekregen. En mijn naam staat gewoon op het bandje. Dat vind ik wel echt heel cool. Dus Ted en ik hebben heel veel zin in de clinic. En we gaan nu eerst nog even de cross bekijken. Van de 3 en 4 ster. Outfit voor vandaag. Ja, dat past erbij, hè? Dat heeft hetzelfde oornetje. Ja, hij kan flamen, dus wacht. Maar wat is dat? Want dan kan hij de lens ophouden. Wat doet hij zijn neus? Doet hij dan zo? Oh ja, dat vind ik. Maar dat is wel zo. Goed. Met een bit. Moet eigenlijk even een snoepje hebben. Maar dan... Oh. Ik zou... Wordt vaak gemaakt dat mensen al een stapje hoger gaan voordat ze zijn klaar. Oké, slagen.
En de goede die zie je op een gegeven moment gewoon zoeken van, oh, maar daar moet ik tussendoor. Ja, maar wordt alleen een goede op het moment dat wij goed opleiden. Kijk, en dat is iets wat Christy wel al bewezen heeft wat ze kan. Ja, Christy mag gelijk schuiven. En dat heeft ze met haar ponies al gedaan en is nu met de paarden ook goed mee overweg dat ze paarden ook het spelletje heel goed kan aanleren. Dus ze kan springen, dus dan kan ze dan vrij recht overheen. Maar dan gaan we dan wel wat moeilijke dingen mee doen. Voor je, Christy, hè? Er komt een hele mooie cameraman, die ik super gaaf dat er staat. Maar dit is voor jou gelijk eigenlijk een hele mooie oefening. Ja, want je zag het paard eigenlijk, eigenlijk gelukkig stond hij stil, hè? En bleef hij heel goed op jou vertrouwen. Ja? Maar dat was natuurlijk wel een extra moeilijkheidsfactor. Naar de overkant. Als hier is het, dan wordt het wel moeilijker. Dan kun je niet zeggen van, oh, ik kan het niet bij. Op die hier stapt en die, oh ja, een hekje. Je moet hebben dat die rider ook nog eens een keer moet zijn van jou, hop, en nou in één keer die hier is. Ja, dan staat het. Ik ben druk, maar ik heb nu ook alle tijd voor jullie genomen. Dus als jullie straks nog zin hebben op de foto te gaan of ja, iets, ik ben er nu helemaal voor jullie. Misschien hebben jullie ook wel wat vragen, die kan ik nu ook wel beantwoorden. Het paard durft niet in het water. Ja, daar ken ik er nog eentje die dat even niet gedurfd heeft en het nu keigoed doet weer. Wat heel knap is, ik denk dat niemand het beter weet hoe je dat op kunt lossen als Christy. Ik heb inderdaad ook een paard gehad, die zal voor eerlijk zijn als Diesel, die nu het EK heeft gelopen, die was ook heel erg bang van water. Maar ik, ja, vooral door heel veel vertrouwen. En als die het water niet ingaat, is het heel verstandig om met een ander paard dat voor te doen. Dat ze achter elkaar want blijven kunnen dieren en die vinden dat gewoon heel vertrouwd. Dus ik doe dat bij mijn jonge paarden. Laat ik bijvoorbeeld Ted voor, die houdt van water. En dan gaat vaak een jong paard er wel achteraan, want ze willen bij elkaar blijven. Dus zo kan je het in het begin oefenen. En daarna gewoon als je een sprongetje naar beneden doet, met heel veel vertrouwen dus. En uiteindelijk komt dat dan wel goed, want ik heb ook een EK gereden met een paard die bang was van water. Dus het komt wel goed.
Ja, heel goed uitgelegd. Okay. Hè? Maak gebruik van het natuurlijk gedrag van het paard. Ja. Nogmaals dank ook weer voor het team om jou heen. Ja, ja, hoef je niet weg te kijken. Hè? Moeders rent zich op en neer. Op naar her altijd. Kijk, en alles is te leren, dat zien we wel, hè? Oefening maar kunst. Heel erg bedankt voor het komen, want het is altijd heel leuk als er veel mensen kijken. Bedankt. Eventing zit erop en ik vond het echt heel erg leuk. Ook waren er nog best wel veel mensen die kwamen kijken en met ons op de foto waren wilden. Dus dat vinden we heel erg leuk. Dit doel, dat deze wedstrijd, de 3 en 4 ster cross, is ook wel echt een droom van ons. Ik krijg nu 2 ster, maar nog een level hoger, die 3 en 4 ster, richting Boekelo. Nou, vet hoor. Dat is echt wel een heel grote droom van mij. Dus daar gaan we voor werken. Daarom moet je niet vergeten te abonneren. Geef deze video een blauw duimpje omhoog en dan zien we jullie later weer. Bedankt voor het kijken. Een dikke kus van mij. En Ted. Doei. Oh, doei.